Hey, leuk dat je kijkt. Deze video gaat over banden. Zie jij door alle banden soms het bos ook niet meer? Weet je niet welke banden je moet kiezen voor je Nederlandse ritjes of voor in het buitenland? We gingen langs bij onze sponsor voor Swalbe en zij vertelde ons alles wat jij moet weten over banden. Let's go! Ik ga me eerst even voorstellen. Mijn naam is Bas Leibrand. Ik werk inmiddels zo'n 12 jaar voor Swalbe Nederland. Nou, de keuze voor een band is vaak lastig voor mensen, omdat je een aantal factoren hebt. Je hebt de grond, je hebt de weersomstandigheden en je hebt natuurlijk het bepaalde trail of circuit die je wil rijden. We beginnen vaak bij het begin en dat is droog weer, een droge ondergrond en een droog circuit. Daar gebruiken we absoluut een Thunderbird voor. En een Thunderbird is eigenlijk zeg maar een soort semi-slikband. En dat wil zeggen dat het noppenprofiel in het midden is wat kleiner. En de noppenprofiel aan de zijkant is wat grover. Waardoor je dus eigenlijk heel veel snelheid op kan bouwen op circuit. En dan in de bochten een hele goede grip hebt. De grove nop dient echt voor het vasthappen in de ondergrond. Waardoor je dus in de zijwaartse richting heel veel grip hebt. En waardoor je rechtdoor op de kleine nop kan je onwijs hard over het circuit heen rijden. En dan krijg je wat grover profiel. En daar is eigenlijk de beste combinatie is de XC-band, de Racing Ralph en de Racing Ray. Dat is zeg maar de combinatie. Racing Ralph doe je dan achter en de Racing Ray doe je voor. Waardoor je dus eigenlijk de maximale tractie hebt en de maximale grip voor. Het verschil in de Racing Ralph zit hem in het noppenprofiel. Het noppenprofiel is dusdanig geconstrueerd dat je achter een goede tractie hebt, waardoor de nop echt zijdelings loopt, dus van zijkant naar zijkant. En bij de Racing Ray is het in de rijrichting, waardoor je dus eigenlijk snel overal doorheen kan snijden, maar zijwaarts heel veel grip hebt. Hier ziet u de Racing Ralph, zo geconstrueerd. Hierdoor behoud je dus goede tractie in de rijrichting. Hier hebben we de Racing Ray. In de Racing Ray zie je heel duidelijk dat het nopprofiel zo geconstrueerd is dat hij goed door kan snijden, waardoor je dus zijdelings goede grip hebt. Ja, voor over de grens heb je meerdere keuzes. Daar moet je vooral rekening houden met grovere noppen. Je komt in rock gardens, je komt in kleigrond, je komt in allerlei verschillende omstandigheden die je hier in Nederland niet hebt. En vooral het stukje naar beneden en naar boven hebben we natuurlijk niet in Nederland. Tenminste niet zoveel. Dan kom je eigenlijk uit op de Dominique of de Wicked Will. Wicked Will heeft een nopprofiel die is niet gelijk aan de Thunderbird, maar heeft wel wat vergelijkenissen. Daarbij zie je dat de middenrail wat kleinere noppen heeft en de zijkant wat grotere noppen. Waardoor je dus ook weer die grip kan houden, maar toch ook rechtdoor goede grippen. Dit is die Wicked Will. En dan zie je ook dat die noppen ook echt grover zijn dan de Racing Ralph en de Racing Ray. Je ziet ook dat die iets anders gestructureerd is, waardoor je dus echt in de zijkant ook gewoon een goede grip hebt. Hierbij is ook het voordeel dat de zijkanten wat steviger zijn, waardoor je dus eigenlijk zeg maar, minder snel lekker kan rijden. Daarvoor gebruiken we natuurlijk de Magic Mary of de Dirty Dan. Magic Mary is een van de bekendste en die wordt ook echt gebruikt voor downhill, enduro en dat soort ritten. Dit is de Magic Mary. Nou, de Magic Mary is de echte grove variant. En je kan ook echt zien dat hij wat grovere noppen heeft. Ze zijn zo geconstrueerd dat je dus altijd goede grip hebt, ook als je met een redelijke snelheid naar beneden gaat. Ook hierbij is er weer een extra laag geprojecteerd in het karkas, waardoor je dus nog meer veiligheid hebt qua lekbescherming. Met klimmen is de Magic Mary heb je in verschillende varianten. Je hebt hem in de Super Gravity en je hebt hem in de echte downhill variant. Nou, je kan je voorstellen dat je Super Gravity, dan is het al iets minder gericht op downhillen. Tenminste, in zoverre het gewicht is wat minder, waardoor je dus ook iets makkelijker naar boven kan rijden. Maar ik adviseer wel altijd echt, het is wel echt een grove band, waardoor je dus wel iets meer naar downhill neigt. Bij enduro is de Dominique of de Wicked Will wel een van de betere banden om echt enduro te rijden. Waardoor je dus eigenlijk zeg maar een algehele allrounder hebt. Je kan ook nog kiezen voor de Hans Dampf. Hans Dampf is ook weer een grovere band waardoor je dus zeg maar de Dominique achter doet en de Hans Dampf voor. Waardoor je dus voor eigenlijk altijd een goede grip houdt en achter iets lichter bent en ook iets meer tractie.
Ja, de dikte van een band is eigenlijk bedoeld voor twee verschillende redenen. Het is natuurlijk de demping, maar ook het volume. Het volume houdt in dat je een groter oppervlak hebt op de vloer of op de grond. Het grondcontact is een groter oppervlak, waardoor je dus eigenlijk meer grip hebt. Je hebt dan ook nog zoiets als boomwortels, rotsen, noem het allemaal op. Waardoor je dus op het moment dat je een groter volume hebt, kan je dus een iets lagere bandenspanning rijden. Waardoor je dus over de stenen of rotsen heen rolt in plaats van dat je er tegenaan stuit. Waardoor je dus eigenlijk zeg maar een lagere rolweerstand krijgt. We hebben de 5. Die variëren van de super race tot en met de super downhill. Dat zijn de 5 karkassen, waardoor je dus ook weer lichter of juist wat zwaarder bent. Maar dat gewicht zit hem dan in het lage karkas. Maar heeft weer als voordeel dat je dan wat meer beschermd bent en lekker rijdt. De meest gekozen band voor Nederland en ook de ideale combinatie is de Racing Ralph en de Racing Ray. Dit heeft als voordeel dat je eigenlijk door heel Nederland goed kunt sturen en goed kunt rijden. De banden zijn zo geconstrueerd dat je eigenlijk overal terecht kan in Nederland. Zowel van Limburg tot Groningen. Alles is daarmee te bereiken. De keuze voor tubeless of met binnenband te rijden is natuurlijk persoonlijk. En daar begint het natuurlijk altijd mee. Vooral tubeless rijden heeft heel veel voordelen. Daarbij komt dat je bij tubeless rijden geen weerstand hebt van binnenband en buitenband. Waardoor je dus een lagere rolweerstand hebt. Je kan met een lagere druk rijden, waardoor je dus zeker off-road veel makkelijker over allerlei obstakels heen rolt. En daarbij komt dat de latexmelk een extra functie heeft. Op het moment dat je een kleine inrijding hebt, dan wordt die gedicht door de latexmelk. Mocht je nou meer willen weten over de verschillende bandensoorten, de verschillende luchtdrukken voor de verschillende soorten ondergrond. Wij hebben op onze site natuurlijk een compleet overzicht met de banden. Daarbij kunt u een vergelijking kiezen. U kunt ook op de site een pressure prof vinden, waarbij dus de bandenspanning wordt laten zien door u in te vullen. Door gewicht van de fiets, door gewicht van uzelf, door ondergrond, keuze, door slecht weer, mooi weer. Allemaal heel handig om te weten. Ja, bedankt voor het kijken en voor jullie interesse. U kunt naar de website, dat is schwalbe.com en dan de Nederlandse versie.